Wie mij als eerst kan vinden in een pretpark, die wint. Ik zit verstopt in een leeg pretpark. Door verschillende aanwijzingen en opdrachten moeten Jessie, Maya en Creatic mij zoeken. Maar wie gaat mij als eerst vinden? Hallo! Ik zie ze. Ik zie ze. Ik zie ze. Heb je nou heel erg veel zin in deze video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Want bij de 20.000 likes gaan we dit nog een keer doen. Maar dan op een andere locatie en met andere YouTubers. Laat hier beneden even weten met wie dit moet zijn. Jessie en Maris komen ieder moment aan bij de ingang van het park. En daar staat de allereerste aanwijzing voor hun klaar. Wat ze niet weten is dat ze mij uiteindelijk kunnen vinden. Hier, achter het reuzenrad, midden in het park. Ik heb verschillende aanwijzingen voor hun verstopt. En één van de twee komt als allereerste zometeen bij de Goliath. Wat ze niet weten is dat ik hun stiekem ga bespioneren. Terwijl ze alle opdrachten aan het uitvoeren zijn. Hey, oké. Nou, hier begint het, denk ik. Hoi, lieve Jessie en Maris. Welkom. Ik zit hier achter verstopt in een leeg pretpark. En wie mij zo meteen als eerst kan vinden, die wint de challenge. Ik ben zo aardig geweest om wat opdrachten en hints voor jullie achter te laten. En als je de opdrachten juist uitvoert en de juiste keuzes maakt, dan kan je mij vinden. Het is tijd voor de allereerste keuze. Kies jij voor de ruige route of de relaxte route? Nou, mag ik deze? Ja hoor. Nou ja, ik moet dan maar voor ruig. Jij wil graag relaxen. Wil je relaxen? Ja, maar ik ga even weg van jou, dus hoor. Dus dat wordt... Oh, je gaat meteen weg? Ja, natuurlijk. Nee, ik wil winnen. Doei. Nou, gaat het echt beginnen natuurlijk. Leg de letters op de juiste volgorde voor de volgende locatie. Voor jouw volgende locatie. We hebben T, A, H, I. Even kijken. Reuzenrad. Oké. G. Nou ja, het enige logische woord is... Hoe schrijf je dat? Kom, we gaan naar het reuzenrad. Nou, doei! Doei! Dit is volgens mij niet hoe je het schrijft, maar ik weet wat hij bedoelt. Oh nee, kijk. We zijn bij het reuzenrad, maar nu. We zijn hier. Dus we moeten zo lopen, zo. Jullie snappen natuurlijk dat ik gewoon ga winnen. Een van de twee YouTubers is dus nu onderweg naar de Goliath. En die gaat zo meteen helemaal daar voorin zitten. Ik zit dus zo meteen helemaal achterin. Maar tot die tijd mag die persoon mij natuurlijk niet zien. Dus ik ga mezelf hierin de bezemkast verstoppen. We hebben de volgende gevonden. Hoeveel bakken stel je aan deze attractie? Zet het eerste cijfer op het eerste vraagteken en het tweede cijfer op het tweede vraagteken. Nou, dan gok ik dat dit een Google-locatie wordt. Ik hoop dat ik hierin pas. We moeten wel even opschieten. Ik weet niet of jullie mij zien, maar ik zit dus nu in de bezemkast van de Goliath. Oh jongens, ik pis echt in mijn broek. Ik vind het zo spannend. Ik ben zo bang dat die persoon mij straks gaat zien. We zijn bij de Goliath op zoek naar vlog nummer 2. Ik zie hem bij de... Oh nee, niet bij de ingang. Durf jij een ritje te maken in de snelste achtbaan van het park? Stap in en onthoud de volgende letters tijdens de rit. Stop de brief terug in de envelop en maak hem niet meer open. 37, 38, 39, 40. Volgens mij is het 40. Ik hoef ze niet eens te tellen. Het zijn gewoon cijfertjes. Of het eerste cijfer hier is, dit is dan een 4. En dan wordt het volgende vraagteken een 0. Nou, gaan we ook iets doen. Dat heb ik nog nooit heb gedaan. Locaties opzoeken. Gaduter. Als ik hem nu terug doe, dan mag ik hem niet meer openmaken. Gaduter. Iets in die richting. Volgens mij is er iemand. Dat is wel cool. Gewoon in mijn eentje in deze achtbaan. Ik weet alleen niet wie het is. Volgens mij is het Jessie. Het is Jessie. Ik ga wel voorin natuurlijk. Dat vind ik wel leuk. Oh, zij heeft altijd alles door. Sowieso gaat ze mij zien. Nou, ik denk dat de laatste keer dat je in bent geweest een paar weken terug is geweest. Dus het valt wel mee. Oh nee. Help, ik ben zo bang dat ze omkijkt. Even verstoppen. Oh. Ik mag niet gillen. Ze mag niet omkijken. Alsjeblieft, kijk niet om. Ik heb niks gezien. En wegwezen. Ik heb niks onderweg gezien. Ik heb echt geprobeerd onderweg te kijken. Maar ik weet niet wat ik nu moet doen. Want dit is waar we heen gaan, gok ik. We gaan weer helemaal terug naar waar we vandaan kwamen. Oké, volgens mij is het hier. Kijk hier ergens of je hier iets ziet. Oh, kijk. Wat is dit? Het lijkt wel een schoen. Oh, dit is de El Condor, die ken ik. Oh, kijk, daar hangt hij nog meer.
meer. Ja, sowieso is het elk onder. Maar ik zag het al bij het eerste stukje. Daar. Het was echt super ver lopen. We moeten die kant op. Rennen, rennen, rennen. Volgens mij heeft ze niet omgekeken, dus ze heeft me denk ik echt niet gezien. We gaan nu naar mijn eindverstopplek. Jessie is nog bij de Goliathies, bezig met haar volgende raadsel. En ze hebben alle twee hun live locatie van tevoren naar mij gestuurd. En ik kan dus zien dat Kreatjik ook al aardig op weg is. Oeh, ik hoop dat ze me niet gaan vinden. Oh! Ja, oké. Okay. Envelop nummer 2. Was het een leuke ritje? Maak de zin compleet met de letters die je hebt onthouden. Oh nee! Ik heb niet zo heel veel onthouden. Maar ga naar de nieuwste... Oh, attractie. Wacht. Van het park. Ga naar de nieuwste attractie van het park. Als het een achtbaan is, dan is de nieuwste de Antiek. Dat is een top. Maar nu moeten we op zoek naar de volgende aanwijzing. Waar verstopt hij dat? Ja hoor, ik ben er. Hier ga ik verstoppen, jongens. Maar het moet natuurlijk wel een hele goede plek zijn. Dus laten we even kijken waar ze mij niet snel kunnen vinden. Ja, die bakjes zijn allemaal open. Dat zie je natuurlijk gelijk. Misschien moet ik in zo'n huisje gaan zitten. Maar hier zitten geen deuren in. Dat is ook niet handig. Oh, ik heb het ook warm. Oké, laten we gewoon anders in zo'n bakje gaan. Daar kan ik tenminste nog een beetje in bukken. Nou, ik denk dus dat hij straks aan het einde gang daarboven in zit. In die wachttoren. Nee, ja, de Anteem. Dat is de nieuwste. Oké. Okay. Nummer 3. Oh, nou, dat gaat wel snel zo. Oké. Er liggen hier 6 puzzelstukken verstopt. Zoek ze en maak de puzzel compleet. Dit wijst naar je volgende locatie. Maar waar dan? Ik denk dat ik er niet eens zoveel nodig heb. Is het nou een spookhuis? Ja, volgens mij is het een spookhuis. Ja hoor! Wat is dit voor stoel? De volgende locatie zit verstopt in deze puzzel. Is dat de naam van een attractie wezen? Ik zie hier helemaal niks in. Rijmolen. Nee, dan moeten we weer helemaal terug naar het begin. Oké, ik heb mijn plek gevonden. Ik ben maar gewoon in zo'n bakje gaan zitten. Voordat ik verder ga, even iets heel belangrijks. Meer dan de helft van de mensen die mij kijkt is nog steeds niet geabonneerd. Dan ga je natuurlijk de nieuwste video missen, dus breng daar heel snel verandering in. Ik geef je 5 seconden om eventjes op die abonneerbutton te drukken en een belletje. 1, 2, 3... 4, 5. Als het goed is het nu gelukt. Volgens de locatie is Jessie nu bij de nieuwste achtbaan van het park. Ik zie ze, ik zie ze. Ja, daar loopt Kreatjik. Oh, daar loopt ze. Oké, Kreatjik is net weggelopen bij de Condor. Dat betekent dat ze alweer bijna naar de laatste opdracht gaat. En ik zit echt niet op een goede plek verstopt. Ja, ik moet een andere plek zoeken, Ik denk dat het, ja, het heet niet het spookhuis, maar ik denk dat het spookhuis is. Ik denk... dat ik ook weet waar die staat. Merlin's Magic Castle. Is dit het? Ik weet het niet helemaal niet zeker. Oh, 4. Oh, ik zit echt opgesloten hier. Sorry, Reuzenrad. Je bent heel leuk, maar veel te opvallend. Help, wat is een goede plek? Wat is een goede plek om te verstoppen? Dit is ook wel leuk. Maar ook voor de hand liggend. Zal ik anders de bosjes ingaan? Dat is denk ik wel het laatste wat ze zullen verwachten. Moeten we hier gaan zoeken en als ik dit Thomas een klein beetje ken... moet ik vast in de draaimolen eten. Kijk, hier is al 1. Stap in voor een ritje in de draaimolen. Durf je dat? Misschien kan je hier de volgende aanwijzing vinden. Kef aan. Ondertussen ben ik nog steeds verstopplekken aan het keuren. Ik zie op de locatie dat Jessie echt vlak in de buurt is. En Kreatjik is nu bij de draaimolen. Ze zijn beide de rebus aan het oplossen. Dan komen ze hierheen. Maar ik weet nog steeds niet waar ik moet verstoppen. Wat denken jullie? Is dit een goede verstopplek? Oh nee. Los de rebus snel op. Als je het weet, ga dan snel zoeken. Los de rebus snel op. Hij gaat er tussentijd ook aan. Oké, los de rebus snel op. Als je het weet, ga dan snel zoeken. Kip, achterstevoren. Min P. En dan het omgekeerde dingetje, dus dat is ik. Mier, min M en min ER is midden. Ik zei midden. En dan de B is een Z. Mier, min ER. M. Weet je wat? Laat maar. Ik duik gewoon de bosjes in. Het is goed. Oh, ik weet niet waar dit pad heen gaat. Oeh. Is dit slim? Nee. Zit hier ongedierte? Waarschijnlijk. Oh, een wesp. Een wesp. Ga weg. Ik zit midden in het... Ik zit midden in het pretpark. Ik heb net op een kaart gekeken. Waarom heb ik niet gekeken wat het midden van het pretpark? Dat is hem. Ik zit midden in het pretpark. Zo lekker breed ook. Ik zit midden in het pretpark. Ik heb hier ook perfect uitzicht. Kijk, hier is het reuzenrad. En hier lopen ze dus zo meteen als ze de rebus goed hebben opgelost. Het moet het reuzenrad zijn. Letterlijk het midden van het park. Ik denk dat ik weet waar die zit. Midden in het pretpark. En volgens mij moet dat het reuzenrad wezen. Oh nee, volgens mij is Kreatjik deze kant op aan het lopen. Ze komt eraan. Zit hij
komen erin of zo. En Jessie is inmiddels ook aangelopen. Oké, nu moet ik dus echt oppassen. Ze komen ieder moment hier aan. Ik ga iets zachter praten. Ik hoor Jessie. Kijk, volgens mij is daar het midden. Ja, je bent er wel! Ja, ik was hier net ook. Ze zijn hier nu alle twee. Ze zijn me aan het zoeken. Ze staan echt vlak hiernaast. Ik zit nu echt te twijfelen. Ik denk, dit is toch het midden? Het reuzenrad is een... Nee! Waarom ben ik niet gewoon gaan rennen? Waarom ben ik gaan wachten op jou? Dat vind ik heel lief van je, maar nu ben ik lekker eerder. Lief. Dit is zo spannend. Gok zomaar dan helemaal bovenin. Huh? Ik dacht echt, oh ja, kijk daar. Daar staat een statief. Ja, maar dat is niks. Wat was jouw laatste aanwijzing? Ik ben in het midden van het park. Ja, had ik ook. Ik loop deze kant op. Waar is hij? Ja, maar wat nou als hij helemaal hier bovenin zit? Nee, daar kunnen we niet komen. We zijn nu in het reuzenrad aan het kijken. En dan hadden ze mij dus eigenlijk nu gevonden. Maar wij zien iets over het hoofd hoor. Als hij hier niet zit, waar kan hij dan nog meer zitten? Ik ga kijken of ik ze kan zien. Ik zie ze niet. Dit is het midden van het park. Ik heb het gecheckt, want ik heb de kaart gegoogeld. Ik heb ook de kaart gepakt. Oh, je hebt het gekocht? Nee, gegoogeld. Oh. Als je bij alle plekken in een pretpark ergens kan zitten, ga je nu niet onder een hokje zitten. Ja, dat denk ik ook niet. We gaan hem gewoon samen zoeken. Zit hij niet gewoon daar misschien nog bij die wildwaterbaan? Ja, maar dat is het. Ja, maar hij is echt het midden van het park. Ja, midden. Midden, dat is dat. Moeten wij niet gewoon op gas drukken? Mag dat zomaar? Ik ga voor een afstandje kijken. Dit duurt echt al heel lang. Ik ga gewoon één hint geven. Ik geef één geel. Same. Ik kijk vanaf de andere Hallo! Kant. Hallo! Wat? Wat was dat? Ik weet het niet. Ze hebben het gehoord. Het kwam wel daar vandaan. Zit hij in de bosjes? Ja, dat kan. Oh, ik kan hier helemaal niet uit. Oh nee. Oh nee! Oh, hier is een pad. Te laat! Ah, en alleen maar omdat ik hier in plaats van ja. Mijn eigen. Jij hebt de hele tijd staan kijken hoe wij daar aan het zoeken zijn geweest. Dat voelde ja. Ons ja. Niet doen. Ik zag jullie op het bakje moet erin zitten. Oké, ik moet jullie vertellen. Als allereerste idee had ik dus dat ik in dat bakje zat. Maar ik zat daar zo opvallend, dus ik ben het laatste moment nog de bosjes ingedoken. Wij denken van alles waar je kan zitten in een pretpark. Zit je hier? Ja, precies! Nou, jullie weten wie de winnares is. Maria, dit is je prijs, mij. Oh. Een knuffel. Oh nee, jij hebt ook een knuffel. Kom hier. Vonden jullie dit een leuke video? Doe eventjes een duimpje omhoog. Wil je meer van Creatrix zien? Klik al even op haar hoofd die hier in beeld komt. En wil je meer van Jessie zien? Klik dan even op haar hoofd. En je mag ook die van mij klikken als je dat leuk vindt. Heel erg bedankt voor het meedoen. En ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Au, doei. Doei. Opfrissen.